Voor Zalencentrum Vivaldi aan de Molenstraat in Os is dinsdag het faillissement aangevraagd. Eigenaar Roald de Jong heeft dit besluit zelf genomen. Volgens de Jong is er geen sprake van mismanagement. Hij stelt dat de reserveringen niet zijn teruggelopen, maar dat de lasten te hoog waren. De ondernemer heeft naar eigen zeggen overal privé voor getekend. Hij hoopt daarom dat een doorstart kan worden gemaakt. Een jaar geleden was Zalencentrum Vivaldi nog te zien in het SBS-programma Operatie van der Most. Daarin hielp topondernemer Henny van der Most het bedrijf op zakelijk gebied. Het restaurantgedeelte ging toen onder een nieuwe naam verder. In die tijd was er ook al sprake van financiële problemen. De economische crisis werd als belangrijkste reden opgevoerd.